Jong Volendam op het nieuwe kunstgrasveld van het Krasstadion. Het bracht gisteren het grote Volendam al wat voordelen. Het won met 3-0 van Den Bosch. Jong Volendam met onder andere deze El Kadiri in de basisploeg. Normaal spelend in het eerste, nu dus wat minuten makend in het tweede. In Jong Volendam dus. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor Mike Eerthuizen die centraal in de verdediging speelt bij de Volendammers. Daar is de eerste kans van de wedstrijd en een uitstekende reactie van Matthijs Zwaneveld, de doelman van de ploeg van Hans van der Haar, TEC. Ploeg die op de 10e plaats staat. Jong Volendam is de nummer 14. Onderling verschil tussen beide ploegen is 5 punten. Foutje daar achterin en dan is meteen Terrel Wouter weg. Die probeert dat van afstand. En weer een goede reactie van Zwaneveld. En zo is het de Jong Volendam ploeg dat het gevaarlijkst is. Bal weggekopt daar door Tom van der Neut. Maar nog niet helemaal weg. Des Rossiers moet dat doen. Maar ze hebben moeite om Jong Volendam van het lijf te houden. Als wij kijken naar Terrel Wouter, de man van het schot. En daar de tegenstoot en de kans voor TEC met een uitstekende actie van Hofman. Drivio Hofman. Alleen ook hij krijgt hem er niet in. Kein van Oefelen is de doelman van Jong Volendam. Twee ploegen die veel tegendoelpunten moeten incasseren. Jong Volendam had er al 27 tegen. TEC kreeg er maar liefst 24 tegen. Dus de defensies zijn niet het sterkste van de clubs. En dus is dit de 1-0. En die komt op naam van Liquincinho Zeefuik. Hij met de 1-0. Verovert daar de bal op de achterlijn. En dan weet hij de verre hoek achter Zwaneveld te vinden. Het is ook de ruststand. De tweede helft dan. Maar Volendam onder andere Ochik wisselde. En daar Rob Tol voor in de ploeg bracht. Deze man was er nog. Milan de Haan. Bij TSC daar een foutje achterin. Bij Eerthuizen. En dan de kans, maar ook deze gaat er niet in, van Hofman. Doelman van Oefelen heeft hem. En dan weer TEC op jacht naar de gelijkmaker. Met weer Hofman. Epobo is de grote spits bij de ploeg van Van der Haar. Daar is hij. En wie laat die bal in één keer richting het doel gaan. Dat lukt maar niet. En ook Rick Mulder lukt het niet te invallen. Mulder dan met de combinatie. Daar is de kans. Maar Mike Vreekamp krijgt hem er niet in. Oudspeler van onder andere Spakenburg, Mike Vreekamp. En het scheelt niets. En Jong Volendam, dat tot nu toe 3 keer wist te winnen. Dan is Koylu weg. Is dat een overtreding? Men zegt de bal wordt gespeeld. Kramer zegt dat inmiddels. Maar het is dus wel de overtreding die gemaakt wordt op Koylu. En dat betekent de strafschop. En het is volkomen terecht dat daar de penalty wordt gegeven. Bal wordt niet gespeeld en dus Rick Mulder voor de gelijkmaker. Mulder! En wat een fantastische reactie van Oefelen. En ook in tweede instantie heeft de doelman van Jong Volendam die bal uitstekend. Maar knap hoor, hoe hij die strafschop hield. Ja, daar mag je best blij mee zijn. Geweldig. Trapt niet in de schuimbeweging van Mulder. En keert die bal voortreffelijk. Daar de kans voor Volendam. En daar is de 2-0 voor Volendam. Doelpunt komt op naam van Koen Blommestein. Mocht niet beginnen aan de wedstrijd de topscorer van Jong Volendam. Dat had allemaal te maken met speelminuten voor mannen uit het eerste elftal van Wim Jonk. Nu mag hij invallen. En legt hij hem in het uiterste hoekje. Beetje geluk, maar wel 2-0 via Koen Blommestein. Dan deze bal. Prachtig. Terrel Wouter. Het is de 83ste minuut en daar komt 3-0 voor Volendam op het scorebord. Grote vreugde. Terecht ook. Want Volendam leed al 2 uitnederlagen op rij en is toe aan een zege. 3-0, daar is Blommestein.
Tyrell Wouter is weer onderweg. Daar is hij, Tyrell Wouter. En dit is zijn tweede van de middag. Het is de 87ste minuut en het is de 4-0 in het eigen Krasstadion voor Volendam. Tek weet weer geen uitwedstrijd te winnen. Dat wist het slechts één keer te doen, maar vandaag gaat het hard onderuit.